Evernote voor Android is net een stuk verbeterd. Wanneer je de app downloadt of hebt geüpdate vandaag, kun je het volgende doen. Je gaat naar je webbrowser toe. Vervolgens ga je naar de website toe die je graag zou willen hebben. Ik ga nu even naar Evernote Pro en je gaat op zoek naar het artikel wat je gaat lezen. Dus het maakt niet uit of waar je zit, je gaat gewoon naar de website toe. Bijvoorbeeld 12 manieren om Evernote te gebruiken. Nu kan het op een gegeven moment voorkomen dat je binnen Android, als je op je tablet bezig bent of op je telefoon, dat je een artikel tegenkomt waar je zegt van, nou luister eens, dit zou ik graag willen bewaren. Nou, in dat geval ga je naar de optie binnen de browser om te delen. In de apps lijst selecteer je voor Evernote en zodra je daarop klikt, krijg je onderin in beeld het olifantknopje. Als je daar niks mee doet, dan slaat Evernote dit volledige artikel in één keer op binnen je standaard notitieboek. Als je nou één keer op het olifantje klikt, dan krijg je een keuzelijst. Ik laat het nu direct zien. Ik klik hierop. Ik krijg meteen het olifantje. Ik druk daar direct één keer op. En dan vervolgens kan ik nou kiezen voor een ander notitieboek waar ik het graag in zou willen hebben. En ik kan zelfs de tekst toevoegen. Wil ik het volledige artikel, ja of nee? Nou, zodra ik nog een keer op het olifantje klik, wordt het artikel opgeslagen. Nu kan ik daarna naar Evernote zelf toe. Wat er nu alleen aan de hand is, dat je hier ziet het bovenste artikel, waar ik nu met mijn vinger bovenop zit. Dat artikel wordt nu gedownload. Hij is bezig met knippen om dat artikel binnen te krijgen. Dat duurt een beetje. Ik ga expres nog een keertje synchroniseren. Dat duurt even. Zolang dat hij nog bezig is, krijg je hem als volgt te zien. Dus dat hij bezig is met knippen en dat je het origineel kunt bekijken. Duurt nog even. En daar is hij hoor. Hij is klaar. Hij is aan het synchroniseren zoals je hierboven ziet. En het artikel, zoals je hem op de website hebt gezien, is gewoon 1-op-1 gekopieerd naar een notitie toe binnen Evernote. Nou, geweldig handig. Zorg ervoor dat je Evernote voor Android op je telefoon en op je tablet meteen update of installeert. Want dit is echt een optie die moet je en die wil je hebben. Meer weten? Kijk op evernotepro.nl. Laat me weten wat je van deze tip vindt en laat een reactie achter.